dag. de Olympische Winterspelen staan op punt van beginnen in Zuid-Korea en Pyongyang. Daarom kijken we kort even naar de weersverwachting daar. We vliegen via Meteor Earth over Rusland en Siberië, komen in China terecht en van daaruit naar Zuid-Korea. Opklaringen zo te zien. En we zien vooral boven de Japanse Zee de ontwikkeling van wolkenvelden en buien, sneeuwbuien in de koude, onstabiele lucht. die met een noordwestelijke stroming naar Japan trekt. En daar komen steeds die winterse buien aan. Maar in, in Zuid-Korea is het droog met opklaring onder de vleugels van een hoge drukgebied. Dat ligt steeds boven Siberië in de koude lucht. maar uitlopen steeds tot over Zuid-Korea. Dus ook in Pyongyang is het de komende dagen droog en over het algemeen zonnig. Storingen met wind en bouwen trekken vooral over Japan naar het oosten toe. Maar Zuid-Korea dus steeds onder de vleugels van het hoge drukgebied. En omdat de luchtdruk hoog is, ja, ondervinden de schaatsers luchtweerstand. Hoe hoger de luchtdruk, des te meer luchtweerstand er is. Het is de wind die je voelt als je hard schaatst. Ja, dan kunnen de schaatsers minder hard door de hoge luchtdruk. Daardoor blijft het dus wel droog in Zuid-Korea, ook in Pyongyang, ligt 180 kilometer oost van Seoul. En de dikke wolken met neerslag trekken dus vooral van tijd tot tijd over Japan oostwaarts. Tot slot kijken we nog even naar de temperaturen. Tijdens de opening van de winterspelen is het een paar graden boven nul. De koudste lucht is wel weg uit Zuid-Korea. Dat zien we in deze animatie terug. Maar s'nachts kan het nog flink vriezen. Heel koud gebied vanuit het noorden dat ook tot in Zuid-Korea aanwezig is. Maar overdag af en toe boven het vriespunt. Het kan aan zee plaatselijk 9 graden worden. Want inwaarts blijft het kouder. Maar flink koude nachten komen er dus nog wel aan in de Pyongyang en omgeving. Bedankt voor het kijken. Veel kijkplezier met de Olympische Winterspelen.